Dat is natuurlijk een hele interessante discussie die er gaande is op project. Over arm en rijk. Die discussie gaan we even verder voeren. Die gaan we met jullie ook even aan. En dat gaan we doen door middel van een stellingenspel. Ik zal het even uitleggen, dus let even op. Aan het einde van de rij zijn groene en rode briefjes. Die liggen daar. Dan mag even degene aan het eind van de rij pakken. Geef hem even door in de zaal. Pak even een rood en een groen blaadje. En dan kunnen we straks het feiten-fabelspel spelen. Het spel gaat als volgt. Er komen zo meteen een aantal stellingen op het scherm. En die stelling is of een feit of een fabel. Dat mogen jullie gaan bepalen. Door middel van of het groene kaartje als het een feit is volgens jou. Of het rode kaartje omhoog te houden als het een fabel is volgens jou. Nou, dan duidelijk, toch? Verklappen wij vervolgens of je het goed hebt, ja of nee. We gaan allemaal staan. En als je het dan goed hebt, mag je ook blijven staan. Heb je het fout, dan mag je weer gaan zitten, want dan ben je af. En zo staat er aan het eind nog een aantal mensen. Ik hoop iedereen eigenlijk. Ja, als je een kaartje hebt, wil je dan gaan staan? Dan kunnen wij een beetje zien hoe ver iedereen is. Vooral welke kant het snelst is. Hè? Dat is wel het meest interessant, volgens mij. Hey, en tussendoor, dan ben ik ook wel even benieuwd naar jullie reactie. Dus ik ga af en toe even een vraag aan jullie stellen. Het kan zo zijn dat er iemand dus even een microfoon onder je neus duwt. En dat ik je dan even een vraag stel over waarom jij voor feit of fabel hebt gekozen. Prima. Nou, zullen we gewoon maar eens beginnen met de eerste? Ja? Laat al die briefjes eens even zien. Zijn ze allemaal? Ja? Wat is een... Welke kleur is ook alweer een feit? Groen. Ja, groen, groen, groen. Jongens, groen. Ja, okay. Er zijn nog een paar die het moeten leren. Dus fabel maar, is rood dan, hè? Fabel is rood, nou, ja. Laten we eens de eerste maar zien. Dat is het een feit of een fabel dat deelnemers die terugkomen van hun eerste project zuiniger omgaan met energie en water? Is dat een feit, dus groen, of is het een fabel, dus rood? Nou, dat is behoorlijk groen. Groen. Nou, jullie snappen dus het principe van het spel. Dat is mooi. Het was inderdaad een feit. Als je nou rookt had als één van de vijf, blijf gewoon maar even staan, dan valt het niet zo op. Yes. Goed, maar voor de rest wel even, als het fout is, als je het niet goed had, zitten. Nou, ja. Nummer 2. Nummer 2 inderdaad. En dit is dus echt het spel, niet meer de oefenronde. Feit of fabel 2. Is het een feit of fabel dat er meer mensen toegang hebben tot een mobiele telefoon dan tot een wc? Meer mensen toegang tot een mobiele telefoon dan een wc. Ik zie ook weer ontzettend veel groen, maar ja. Dat mobiele telefoon is altijd wel een dingetje op project, tenminste aan het begin van het project. Dus ik ben wel benieuwd wat een aantal daarvan vinden van deze stelling. En Riens, die komt nu aan en die zoekt even iemand uit om te vragen wat hij sowieso van deze feit of fabel vindt. Of het nu waar is of niet. Vertel. Ik had een feit. Maar wat vind je van de stelling dat er meer mensen toegang hebben tot een mobiele telefoon dan tot een wc? Eigenlijk vind ik dat meer mensen toegang moeten hebben tot een wc dan telefoon. Ja. Ja, ik kan je hier op het podium niet zo goed horen, maar gezien de reacties in de zaal was het heel mooi. Ja, dat ze eigenlijk meer mensen toegang moeten hebben tot een wc dan tot een mobiele telefoon. Dat dan ligt het gewoon aan mijn gehoor. Ja, precies. Okay. Goed, laten we snel doorgaan naar de derde. De derde stelling. Is het een feit of een fabel dat een kind van een moeder die kan lezen 50% meer kans heeft om zijn vijfde verjaardag te halen? Ja, dit wordt een wat lastiger vraag, hè? Ja, ik zie de briefjes minder snel omhoog gaan. Ja, voornamelijk groen, maar ik zie ook wel rood. 2/3 groen, 1/3 rood. Ja. Nou, het is dus een feit. Dus de mensen die rood hadden mogen lekker gaan zitten. Gaat al een aardig groepje zitten. Gaan wij snel door naar de vierde. Is het een feit of fabel dat Afrika 8% gebruikt van alle energie in de wereld, ondanks het feit dat het 12,5% van de wereldbevolking telt? Dus nog een keertje. Inderdaad. Hij is ingewikkeld. Is het een feit of fabel dat Afrika 8% verbruikt van alle energie in de wereld, ondanks het feit dat het 12
1,5% van de wereldbevolking telt. Ik zie veel groen en wat minder rood. Dat is jammer voor de mensen die groen hadden, want het is toch echt een fabeltje. Yes, Afrika verbruikt namelijk minder dan 3% van alle energie in de wereld. Ondanks het feit dat het 12,5% van de wereldbevolking telt. Ja, dat is dus niet zo bijzonder veel. Nee. Laten we snel doorgaan naar de volgende, nummer 5. En als je zit, mag je nog gewoon lekker meedoen hoor. Alleen niet meer voor de winst. Nummer 5. Is het een feit of een fabel dat 1,2 miljard mensen moeten rondkomen van 92 eurocent per dag? Dat is niet bijzonder veel euro. Dat is behoorlijk weinig eigenlijk. Ja. 1,2. Een feit. Voornamelijk groen, hè? Ja, ik moet helaas zeggen dat het wel waar is. Het is echt een feit, dit. Ja, dat 92 cent. Dat bijna 1/5 van de wereldbevolking met minder dan een euro moet doorleven. En Riens, wil jij eens iemand vragen wat ze daarvan vinden en dat soort dingen? Zeg maar best wel weinig. Dus, en je weet van dat zulke verhalen er zijn, dus dan lijkt me dat wel waar. Dat het gewoon zo triest is, zeg maar, dat het zo weinig is. Dus, daarom denk ik dat het is. Schrik je er ook van dat het zo weinig is? Ja, zeker omdat heel veel mensen natuurlijk ook een probleem ervan maken dat zij maar 6 of 7 euro per uur verdienen. En dat zij dan zo weinig per dag verdienen. Ja. Top, dankjewel. Gaan wij snel door naar nummer 6. Is het een feit of fabel dat 16% van de deelnemers die terugkomen van hun project vaker geld geven aan een goed doel? Het is een beetje gemengd, heb ik het idee. Ja, dat idee heb ik ook. Maar wij zijn eigenlijk blij dat het een fabel is. Yes. Want het is niet 16%. Maar 20% van de deelnemers. Dus aan jullie dit jaar, als je terugkomt, om dat percentage wat omhoog te krikken natuurlijk. Hè, naar 50 of zo. Ja, goed streven. 50%. Goed, gaan wij door snel naar nummer 7. Is het een feit of een fabel dat er 1,1 miljoen huishoudens in Nederland leven in armoede? 1,1 miljoen. 1,1 miljoen. We zijn met 17 miljoen. Het is weer voornamelijk groen, zie ja. Ook dit is helaas weer een feit. Het zijn er gewoon te veel eigenlijk. Ja. Nou, gaan we snel door met de volgende. Yes. En tevens de één na laatste. Is het een feit of fabel dat 20% van de deelnemers die terugkomen van hun eerste project vrijwilligers gaan doen in hun kerk en 15% in hun dorp / buurt? Feit of fabel? Dus 20% van de deelnemers gaan meer vrijwilligerswerk doen in de kerk en in de buurt. Nou. Het is een, wat een mooie schifting zo, want het is een fabeltje. Ja. Het is namelijk veel meer. Heel het is zelfs 50%. Ja, 50% deelnemers die gaan meer vrijwilligers doen in de kerk. En zelfs 60% in de buurt van waar ze wonen. Fantastisch. Ja. We gaan naar onze laatste stelling. En voor de mensen bij producties even eentje terug graag. Die we net in beeld hadden. Dat is het een feit of fabel dat de rijkste 62 mensen, gewoon mensen, evenveel bezitten als de armste 3,6 miljard van deze wereld. Dus de rijkste 62 op aarde hebben meer geld in hun laadje dan de armste 3,6 miljard. Oh, ja. Ik zie heel veel groen. En die hebben het gelijk, dat is inderdaad echt een feit. Het is onvoorstelbaar, maar het is echt waar. Dus ja. Ja, onvoorstelbaar. Nou, volgens mij hebben we... Wat was het? Alles gehad, inderdaad. Ja. Nou, mooi. Mooi. Ik ga weer naar die kant, hè. Maak jij het af? Er stonden nog wel een paar, hè? Ja, heel goed gedaan.